Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Kom erin. Ben je al lang wakker? Ja, al zeker een uur. Ben je laat gaan slapen? Nee, dat dan weer niet. Als ik laat ga slapen en ik ga er vroeg uit, dat wordt met dit oude lijf, gaat het niet meer lukken. Oei, ben je een ochtendmens? Ja, tegenwoordig wel. Vroeger niet. Het komt niet laat genoeg, maar tegenwoordig lekker vroeg eruit. Heerlijk. Wie was als eerst wakker? Moi. Wat doe je als eerste als je opstaat? Eerste koffie. Sowieso. Koffie. Al moet ik nog douchen, gewoon in mijn blote reet de trap af. Hup, koffie. Anders lukt het echt niet. Wat hoort er nog meer bij je ontbijtritueel? Nou weet je, het ontbijtritueel is eigenlijk gewoon zo snel mogelijk alles op tafel. Want er is altijd haast. Dus niks eigenlijk. Er is geen ritueel. Er is gewoon een soort blinde paniek. Wat ontbijt je? Havermout. Lijnzaad voor de stoelgang. En fruit, dat is gezond. Dat is een gezonde leefstijl is dat. Is dat veranderd sinds de kinderen? Nee, de kinderen maken alleen maar alles rommelig. De kinderen zijn juist de vijand van structuur. En, verloopt alles volgens plan? So far, so good. Willem, kom nou, gast. Laat ze de mensen zien hoe snel je bent. Go, go, go. Mag jij 's ochtends tv kijken of op schermpjes? Dat is niet helemaal te voorkomen. Maar in ieder geval geen grote tv's. Staan hier geen grote tv's met kinderprogramma's of al wat voor gekke schreeuw YouTube onzin ook aan. Dat niet. Wie is de strengste ouder? Dat is Corine. Ja, kunnen we wel proberen doekjes om te winden of het te verzachten. Maar dat is Corine. Ik ben eigenlijk een beetje een zachtaardig iemand. Wat doe je anders dan jouw ouders? Ik ben waarschijnlijk veel aardiger en veel gestructureerder en ook emotioneel capabeler. Heb jij een opvoedgoeroe? Ja, ikzelf. Kijk, kom. Ik ben namelijk co-auteur van dit boekwerk, The Dad, opvoedgids voor vaders. Waarin ik aan jonge vaders uitleg hoe je jezelf een beetje staande houdt als papa. Lekker egoïstisch dus. Heeft je zoon ook klusjes? Ja, hij mag af en toe het gras maaien voor een belachelijk bedrag. En we hebben hem pas aangeleerd dat hij zijn serviesgoed mee naar de keuken neemt. Niet in de afwasmachine, dat is zoals hij 15 wordt, maar wel alvast naast de afwasmachine. Is hij de grootste sloddervos of iemand anders van het gezin? Nee, hij. Maken jullie zelf schoon? Meestal wel. Eens in de week komt er een jonge dame een handje helpen met het grote zware werk. Ik heb ook gewoon werken. De mensen denken wel dat als je thuis zit dat je dan de hele dag kan schoonmaken, maar zo is het helemaal niet. Verder nog huisregels? Is er iets verboden? Is er iets verboden? Ja, roken. Dat is vies. Heb je haast eigenlijk? Ja, nu al. Ik moet zo in Amsterdam zijn. Wat ga je vandaag allemaal doen? Het is best leuk, een pilot maken voor een nieuw online autoprogramma. Hoeveel dagen per week werken jullie? Corine echt serieus als kantoorbaan 5, gewoon 9-to-5 dingetje. En ik, gemiddeld halftime denk ik. Altijd wel, altijd niet, hè? Zoals het heet, heel modern. Krijg je je zoon op tijd de deur uit? Ja, dat lukt heel aardig. Hij wacht wel tot het absoluut laatst denkbare moment, maar dan gaat hij ook. En, hij is zeker te oud voor een oppas. Hij is absoluut te oud voor een oppas. Hij is zelf oppas, dus hij is te huur. Bereid je s'avonds dingen voor? Nee, s'avonds zit ik er echt doorheen. Dat is lekker tv kijken, pitten en verder niks. Hey, ik denk dat ik jou lekker je ding ga laten doen. Dat is fijn, want ik moet nog even. Dankjewel. Heb je verder nog tips of levenslessen voor de mensen thuis? Waar ik probeer naar te leven is, stap positief de dag in, dan valt het allemaal mee. Oké, nou dan gaan wij dat lekker doen. Fijne dag. Super, doei.